nou even zitten als koppeltje. Nu gaan we het bekendmaken. Ik weet wel wat ik ga bevallen. Ik ben een chaotische huisvrouwleven. Ik zie wel meteen welke mijn favorieten zijn. We gaan nu met Kelly twee leuke video's opnemen. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Een mooie spook. Het is vandaag de belangrijkste dag van ons leven, Ummer. Ons leven? Nou, zo belangrijk is het. Wel, het is wel heel belangrijk. Ik wil wel een beetje supporten, schat. Doe wel, vandaag de belangrijkste dag van ons leven. Ik werd vanochtend wakker, bijna met hetzelfde gevoel toen ik wakker werd op ons trouwdag. Ja hoor. Nee, vandaag is het zover, de uitslag van de Beauty Award uitreiking, ook wel de Beauty Oscars genoemd. Echt super 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 gaaf en super spannend. Mijn jurk hangt klaar, mijn gezicht zit in het masker en we gaan nu lekker samen ontbijten en dan begint de spannende dag. Gaan we hem winnen? Tuurlijk. En zo niet, maakt niet uit. We zijn er weer. Maar het zou zo gaaf zijn. Oké, we gaan eerst even eten. Praat ik jullie zo bij. Hele andere Delia. Mijn make-up zit erop. Zo blij met Zeynep. Kijk nou even, jongens. Zeynep is echt mijn schatje. Hoe kan je iemand zo transformeren? Ik voelde me vanochtend, keek in de spiegel, dacht ik nog, wallen, dit, dat. En nou, aanvlieg. Oké, ik ga weer naar huis. Oh, kikker in mijn keel. Ik ga weer naar huis. Want Ummer gaat heel even mijn schoonzusje Sheda ophalen. Die blijft namelijk slapen vannacht, want het wordt wel een latertje vannacht. Super veel zin in en mijn maag draait en draait en draait. En de baby ook. Wat zei je? Wat zeg je? Pa. Nee, wat zei jij? Ook leuk. Vind je het leuk? Ja. Maar wat vind je ook hier? Mooie glitter toch? Waarom? Zo omdat ik een feestje heb straks. Autie. Autie. Wil je ook een beetje? Nou, ik ben er helemaal klaar voor. Zo ziet het eruit. Dat is mijn jurk voor vandaag. Gelukkig pas ik er nog in met mijn buikje. Deze jurk is van You Dresses. Eigenlijk waar ik standaard mijn jurken altijd huur. Zo blij mee. En door de hoofddoek is hij toch bedekt. Want je ziet dat hij helemaal een... Ja, we noemen dit niet een split, maar een opening heeft tot hier. En de achterkant ook. Maar kijk, daar valt precies mijn hoofddoek overheen. En hier ook. En dat heb ik heel mooi bewerkt. Dus je ziet helemaal niks. Ik ben ready, jongens. Zin in. Mwah. Doei. Waar heb je natuurlijk mijn sleutelglas aan? Netjes hoor. Ja, netjes. Kijk, wil ze nou even zitten als koppeltje. Kunnen we zo naar trouwenreis, schat? Ja. We gaan opnieuw trouwen. Ja? Echt? Ja. Oh, dat zou ik echt best wel nog een keer willen. Ik vond het zo leuk. Jij niet? Ja, gewoon een moskee. Ja, oké, nee, dan wel ook echt nog een leuk feestje. Nee. Neem ik hem over. We gaan nu met z'n allen de rode loper op. Echt super spannend. Nou jongens, we hebben er super veel zin in. Ik heb zoveel zenuwen, dat is niet normaal. Het is echt heel spannend. Ja, maar ik heb echt een goed gevoel. We gaan het echt... Ja. We knallen dit. Ja, maar als we ook als we niet winnen. Ja, we zijn gewoon een topteam. Top, daar gaat het ook. We gaan iedereen vragen hoe het met de zenuwen gaat, dus let's go. Yes, ja, laten we naar binnen. Gaan we dan. Gaan we dan. Jerome, hoe gaat het met de zenuwen? Gaat het geen zenuwen? Nee, geen zenuwen? Nee, 2,5 dagen niet geslapen. Maar wat denk je dat het gaat worden? Ja, dat kan je natuurlijk niet zeggen. Nee, maar ik heb echt mega veel vertrouwen. Ja? Ja, maar ze brengt ook iets nieuws en extra. Zo'n hoger niveau in de zin van de sociale media. Dat hebben de anderen niet, dus dat kan anders. Ben je aan de goed duimen? Ja, sowieso duimen. Doei doei. Doei doei. Ik ben Sylvie van de Graaf en wij hebben DDS Skin Clinic samen met mijn dochter in Purmerend. Naast dat jij eigenaar bent van deze grote salon, ben je ook schoonheidsspecialiste, toch? Ja. En je dochter ook? Ja, allebei. Wat kenmerkt jullie? Waarschijnlijk toch wel de specialisaties, het unieke concept. We werken eigenlijk van binnenuit naar buiten. Beauty van de buitenkant betekent niet dat het altijd mooi is. Nu gaan we het bekendmaken. In de categorie schoonheidssalon van het jaar, grote schoonheidssalon van het jaar, zegt de jury over deze winnaar. Deze salon heeft een totaal concept ontwikkeld en blijft alle ontwikkelingen binnen de branche op de voet volgen. De personeelsleden zijn niet alleen specialisten, maar onderdeel van de bedrijfsvoering en het bedrijfs-DNA geworden. Voelt iemand hem al aan? Zij weten daarnaast het bedrijf sterk te profileren naar de potentiële klanten toe via diverse mediakanalen. Wie is de winnaar? Sylvia. En de winnares van de Beauty Award 2019 is Evelien de Rees van de Beauty Award. Nou jongens, helaas. Het mocht niet zo wezen. Ja. Helaas. Volgend jaar weer? Ja. Nee? Ja? Nee? Ja. Oké, daar komen we op terug. Het is even zuur, maar ja, we kunnen niet overal succesvol in zijn. Good morning! Het is de day after. Ik kan vertellen dat ik vannacht heel veel gedroomd heb om het allemaal te verwerken. Maar we gaan gewoon positief verder. Weet je, ik heb een beetje lopen sparren met collega's en met mijn moeder natuurlijk en met Ummer. En we zijn gewoon tot de conclusie ook gekomen dat wij misschien wel deze hele branche wel gewoon ontgroeid zijn. Dat we eigenlijk, weet je wel, best wel medisch werken. En natuurlijk ook wel schoonheidsbehandelingen, ik kom niet uit mijn woorden, schoonheidsbehandelingen doen. Maar vooral echt op het verbeteren van die huid en het vernieuwen van die huid. En ik weet het niet. Ik ben gewoon heel benieuwd naar het juryrapport. We hopen gewoon dat we daaruit kunnen halen waar wij misschien nog in tekort schieten of niet. Of, ik ben heel benieuwd. Dus wordt vervolgd. Maar wij gaan gewoon positief verder. Wat ik al zei op Instagram. Je kan niet alles in het leven hebben. En niet al het succes van de wereld kan je vergund zijn. Dus we nemen het voor lief. Ik zeg gewoon met een heel... Ik zeg met een heel groot woord. Alhamdulillah. Het zal... Er is 1 deur dichtgeslagen, maar er gaan er waarschijnlijk weer 10 open. Dus het komt helemaal goed. Maar de dag, het is gewoon weer een nieuwe dag. Dus we gaan gewoon weer verder. Ik ga Kirim en Amir naar school brengen. Hallo! En daarna ga ik naar Friends of the Brands. Want ze hebben weer een leuk event. En die wil ik niet missen. Ik sta heel even voor de praktijk, want ik heb nog 3 kwartier. Ik ga even wat belangrijke mailtjes afhandelen voordat Kirsten Schilder hier bij de praktijk is. Want wij gaan samen naar Friends of the Brands. Super gezellig. We dachten eerst om een Uber te nemen, maar we hebben toch besloten om met de auto te gaan. Dus die rijdt straks met mij mee en dan gaan we richting Amsterdam. Zo, ik wilde jullie nog heel even mijn outfit laten zien van vandaag hoor. Want ik heb een nieuwe blouse van Josh V. Die heeft van die, hoe zeg je dat? Lusjes hier aan de zijkant waar je dus normaal een witte band doorheen hebt. Maar ik heb ook deze riem van haar besteld. En die vond ik zo leuk voor boven mijn buik. Dus dit is het lookje dat ik vandaag aan heb. Oh, super leuk. Heel mooi. Ik weet wel, ik ga bevallen. Hè? Ja. Prachtig. Dankjewel. Super leuk. Ik ben weer zo abnormaal verwend door Friends of the Brands. Dat is echt niet normaal. Elke keer weer kijken wat ik allemaal leuk kan weggeven. Ik ben nu bij de school van Kirim, want Kirim nu heeft op school een soort van vogelmuseum gebouwd. En hij gaat ons een rondleiding geven. En Ummer en mijn moeder die zijn ook onderweg, dus dan gaan we samen een rondleiding doen in, of krijgen we een rondleiding in het vogelmuseum. En ik zit samen met Jamie, een van de skin advisors. En als jullie je nog herinneren, hebben wij een hele tijd geleden een acne, echt mega winactie op Instagram gehad. Maar het was niet makkelijk om winnaars te kiezen. Dus we zitten nu nog in de selectieronde, toch? Ja. Want de behandelingen die we aanbieden van Meso Aesthetic, die zijn zo... ja, het zijn echt de hoogste behandelingen die je hebt op het gebied van acne. En die kan dus niet bij iedereen. Dus ook met mensen met een beetje acne kunnen we die niet inzetten omdat die te heftig daarvoor is. Dus we zijn echt op zoek naar mensen die hele heftige acne hebben. En daardoor hebben we daar nu een selectie van. Dus we gaan jullie meenemen in de selectie. Hoeveel mensen hebben er nu liggen die we, waar we een keuze tussen maken? Of heb jij er gewoon een selectie gemaakt waarvan je denkt... Ja, we hebben al 1 iemand, dus we moeten nu nog 2 personen. Ja. En we hebben hier iemand die heeft... Ik laat de foto's zien, jongens, maar dit is besproken met de mensen dat ze weten dat ze in beeld komen. Dus, oké. Yes. Oh ja. Ontsteking, ja. Pigmentatie. Dit is super. Nou, niet super voor haar natuurlijk, maar dit is super om te behandelen. Ja, geweldig. Oké, dan. Mee. Zij wordt het. En dan? Een decolleté. Maar ook wel of gezicht. Ook gezicht. Ja, oh, ook top. Gezicht. Oh ja, ja. Oké. Nou, dit wordt hem. Ja, wordt hem. Top. Nou, dan hebben we ze. Eindelijk! Yay! Mami! Hallo! Heb je niet jas aan? Nee, ik heb geen jas aan. Het is lekker weer. Maar wat heb je? Ik heb allemaal dingetjes mee. En wat is dit? Dat zijn juices. Mag ik een kusje? Mag ik juices pakken? Ja, dan mag je pakken hoor. Mag ik eerst een kusje dan? Wat heb je heen? Mag ik eerst een kusje? Maar wat zit erin? Mag ik een kusje dan? Eerst een kusje. Wat zit erin? Er zit lekker drinken in. Mag ik drinken? Ja, gaan we naar binnen. Zo, weer lekker thuis. Ummer die heeft de kinderen al lekker voorzien van eten. Dus ik ga zo aan ons eten beginnen. Als ik wat laat thuis ben, dan geven we de kindjes gewoon eten. En dan ga ik zelf ook koken. Het lijkt me leuk om weer eventjes te laten zien hoe onze avondroutine gaat. Want zoals ik heel vaak doe, is 's avonds niet vloggen. Omdat het gewoon even mijn momentje is. Maar ik ga vanavond mijn avondroutine opnemen. Nou, we hebben het recept al een beetje met jullie gedeeld. Maar er zit dus courgette in, 2 soorten paprika en aardappeltjes. En dit gaan we dus eerst helemaal bakken. En dan gaan we er een groentecake van maken. Oké, wat gaan we er eerst in doen? Nou, wat heb jij? Peper. Peper. Daarna gaan we zout erin doen. En een beetje cayennepeper en komijn. Oké, dit is dus echt de status van Delia leven, de chaotische huisvrouw leven. Dat je dus verzint om groentecake te maken, maar je geen eieren in huis hebt. Tenminste, 1. Duidelijk hebben de kindjes de afgelopen 2 dagen eitjes geluncht. Want ik had vrijdag heel veel eieren gehaald, maar ze zijn dus op. Dus nou gaat mijn plan helemaal... Dus oké, ik moet wat anders maken. Anyway, dit bewaar ik tot morgen. Wat je dus doet voor dit recept is flink wat eieren erin, bakpoeder erin. Dit is al allemaal gekruid. Doe je erin, doe je in de oven en dan heb je een mega lekkere groentecake. Nou, even improviseren, maar ik ga even macaroni maken. Zodat we toch wat eten hebben. En dan wacht dit gewoon tot morgen. En als de kindjes dan op bed liggen, dan duik ik lekker de badkamer in. Dat is echt mijn momentje. Ik praat een beetje zachtjes, want ze liggen te slapen. Want als je zo druk bent en altijd maar hectisch bent en bezig bent met van alles en nog wat, dan kom je thuis en dan kom je in dat ritme van die kindjes. Nou, jullie hebben het net gezien, weet je wel, hop, 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 eten maken en dan moeten ze naar bed. En dan ben je zo druk in je hoofd en dat is echt mijn moment om even de hele dag los te laten en lekker te relaxen en echt even nergens aan proberen te denken, is dan echt een lekker warme douche. Dus ik ga nu lekker douchen. Ik wil jullie trouwens wel nog heel even kennis laten maken met 3 nieuwe producten die ik gebruik. Want ik ben al een tijdje in het gebruik van de nieuwe producten van Palmolive voor mijn lichaam. Want ik vertel eigenlijk vrijwel nooit wat ik echt voor mijn lichaam gebruik. Maar ik gebruik dus sinds een tijd Palmolive. En dat heeft er alles mee te maken dat deze lijn van Palmolive helemaal gebaseerd is op natuurlijk klei. En als er 1 ingrediënt is waar ik heel blij van word, dan is het klei. Het zijn 3 nieuwe producten. Nou, jullie zien wel meteen welke mijn favorieten zijn. Je hebt deze, de Purifying Clay. Dit is echt een exfoliant. I love exfoliation. Dus ook voor je body. Hè? Want vergeet niet, het is niet alleen belangrijk voor je gezicht. Maar het is des te belangrijker ook voor je lichaam. Omdat over je gehele lichaam je natuurlijk onwijs veel poriën hebt. Die gereinigd moeten worden. Deze die is ook op basis van aloe vera. En heeft dus een lichte korrel erin die ervoor zorgt dat je huid onwijs gereinigd wordt. Klei onttrekt namelijk vuil en dode huidcellen. Dus top om mee te douchen. Dan heb je de Awakening Clay. Deze is op basis van eucalyptus. Nou echt, als hij open gaat, dat ruikt gewoon hemels naar eucalyptus. Echt een natuurlijke parfumgeur. En deze zorgt ervoor dat je eigenlijk een langdurig fris gevoel hebt. Je voelt ook echt een beetje zo'n koude gloed lekker over je lichaam. En dan heb je nog de Pampering Clay. En de Pampering Clay die zorgt er eigenlijk voor, op basis van rozenolie trouwens. Die zorgt ervoor dat je huid onwijs gehydrateerd wordt. En dat die fijn kalmeert op je huid. Echt een vochtbooster. Maar mijn twee favorieten zijn echt deze twee. Vooral de exfoliant. Word ik helemaal blij van. Ik zal even laten zien hoe die... Ja, ik kan het niet op mijn body laten zien. Maar ik kan het wel op mijn arm laten zien wat die doet. Nou, je ziet het meteen aan mijn armen. Deze heb ik dus nu net gedaan. Die is helemaal zacht en gehydrateerd. Kijk, en als ik ze naast elkaar hou, dan zie je dat zelfs in kleur, maar ook in structuur, dat deze gewoon helemaal glad gehydrateerd en geëgaliseerd is door die exfoliatie. En deze dus niet. Ik kan dus niet wachten om nu lekker onder de douche te springen. Ik ga lekker douchen. Lekker alles even van me af laten glijden. En dan zie ik jullie zo. Goedemorgen, het is de volgende dag. Gisteravond helemaal niks meer gefilmd. En dat was eigenlijk omdat ik gewoon s'avonds met Ummer op de bank lekker televisie heb gekeken. En verder helemaal niks heb gedaan. Vandaag een superleuk dagje en een heel vol druk dagje. Vanochtend ga ik even 1 uurtje naar de praktijk. Want er is iets superleuks. We gaan iemand in een traject zetten. Maar ik weet niet of ze vandaag al in de vlog wil. Dus dat zien jullie straks wel eventjes. En anders dan ga ik het straks vertellen. Dan komt straks Kelly Carresse naar mijn huis. En dan gaan we 2 leuke video's voor haar kanaal en mijn kanaal opnemen. Als je haar nog niet kent. In de beschrijving hier staat een linkje naar haar YouTube kanaal. Echt super leuk met 3 mooie meisjes. Kelly Carresse komt vandaag. Kijken dan. Dit is er nog niet. Ze komt straks. Hoe heet die? En Kelly heet ze. Wat gaan wij naar oma? En jullie gaan naar oma. Ja. Maar kunnen wij niet zien. Nee. Maar kom met Kelly wel naar oma toe, goed? En verder een super druk dagje, maar dat ga ik later deze dag allemaal opnemen. Dus ik heb er zin in. Ik ben weer lekker havermout met amandelmelk aan het eten. Zoals jullie weten, ik kan niet vaak genoeg zeggen, zuivel alsjeblieft vermijden als je huidproblemen hebt. Want dat zorgt ervoor dat je dus ontstekingen in je lichaam juist aanwakkert. Dus een vervanging van zuivel is amandelmelk, havermelk, rijstmelk, kokosmelk. Ze komt zo. Hou, ik hoes het nog steeds. Oei, moet er bloed voor prikken, want het gaat maar niet over. Dus ik zie jullie zo. Kijk eens wie er is. Hallo. Hallo. Superleuk om te zijn. Echt superleuk. Voor het eerst hè, bij mijn thuis. Ja, inderdaad. Ja. Het is echt zo mooi. Het is echt nog veel mooier. Dankjewel. Nou, ik heb net dus helemaal niks verteld over met wie ik zat. Maar dat vertel ik later. We gaan nu met Kelly 2 leuke video's opnemen. Eentje voor haar kanaal en eentje voor mijn kanaal. Waar het over gaat, dat houden we nog even spannend. Dus hou het even in de gaten. En... Dan bij mij zit hij er denk ik volgende week in. Komende zondag of 2 weken op? Nee, dus deze zien ze op zondag. Dus de volgende zondag, de volgende vlog. En die van jou? Vrijdag, dus die staat al online als ze deze kijken. Oké, ik had al tegen ze gezegd, jouw linkje staat onder in de beschrijving. Kunnen ze zo naar jouw kanaal. Oh, super. Nou, we gaan beginnen. Superleuk. Nou, Kel is nog even een story aan het plaatsen. En dan gaan we lekker naar de praktijk. Gaan we even lunchen. Vanaf daar beginnen mijn meetings... achter elkaar. Dus ik zal vandaag niet heel veel kunnen filmen. Maar we gaan lekker richting de praktijk, ja. Hè?